Het voeden van 16 miljoen monden heeft jarenlang zijn tol geëist van het landschap. Alles moest wijken voor de vooruitgang. Voor de moderne maatschappij hadden we hout nodig om kolenmijnen te stutten, turf om huizen te verwarmen, bos moest plaatsmaken voor landbouwgrond. Om te overleven zagen we de natuur door de eeuwen heen hooguit als een bron. Een bron van inkomsten, van voedsel en van bouwmaterialen. Het Beekbergerwoud bij Apeldoorn. Ooit het allerlaatste oerbos. In 1871, in nog geen 2 jaar, volledig omgekapt om er landbouwgrond van te maken. Het meeste hout is verbrand of er zijn sigarenkistjes van gemaakt. Inmiddels zijn we zo rijk geworden dat we het ons kunnen veroorloven om anders naar ons land te kijken. De gebieden waar we niets meer mee konden, zijn we natuur gaan noemen. De Weerribbe. Tot na de Tweede Wereldoorlog werd hier nog turf gestoken om onze huizen te verwarmen. Nu komen toeristen van heinde en ver om naar deze bijzondere natuur te kijken. Het Naardermeer, bedoeld als polder, maar we kregen het maar niet drooggemalen. Weilanden en slootjes voor de afwatering zijn nog zichtbaar. De Soesterduinen. Door overbegrazing en het plaggen van heide verdween vruchtbare grond en bleef er een woestijn over. In economische zin is de waarde verdwenen. Wat er van de gebieden overgebleven is, koesteren we en noemen we natuur. Nu creëren we overal afgebakende paradijsjes. We hebben de smaak te pakken. Ommuurd en perfect aangeharkt.